Van houten grote baas van Philips. Ja, een resultaat voor 2013 van 1,17 miljard euro winst. Dat is behoorlijk als je het vergelijkt met de 30 miljoen verlies over 2012. Dat speelt nog wat factoren mee. Maar eigenlijk alle divisies van Philips hebben eraan bijgedragen. En bijvoorbeeld ja, consumer lifestyle, het consumentenproducten van Philips die deden het erg goed. Ja, we zijn tevreden met een goed jaar. We hebben onze doelstellingen gehaald. In het vierde kwartaal zijn we zelfs in staat geweest om 7% te groeien. Inderdaad, dankzij consumentenproducten. We zagen veel vraag naar onze luchtzuiveringsproducten die we in China verkopen. China heeft veel last van luchtvervuiling. Uh, en met Philips uh, Air Purification, luchtzuivering, kun je dat oplossen. We zagen ook uh, veel vraag naar leuke producten zoals de noedelmaker. Daar kun je Chinese pasta mee maken. Uh, en dat vloog ook over de toonbank heen. Dat is een beetje wat Philips wil zijn. Hè? Uw probleem is, ja, wij leveren de oplossing eigenlijk. Bijvoorbeeld die luchtzuivering. U zegt ook bijvoorbeeld uh, ja, energiebezuinigingen, spaarlampen, LEDlampen. Daar doet Philips goede zaken mee, omdat mensen gewoon willen bezuinigen op kosten. Philips wil graag inzetten om mensen een beter leven te geven. Uh, door heel goed te begrijpen uh, wat mensen bezighoudt, kunnen wij meer verkopen. Uh, mensen willen graag geld besparen, bijvoorbeeld op een elektriciteitsrekening. En met ledverlichting, met die, die hele kleine ledlampjes, kun je wel 60 tot 70 procent van je elektriciteit bezuinigen. Nou, wie wil dat nou niet? Ja. U biedt zelfs de mogelijkheid aan gemeenten om zeg maar, de rekening voor het aanschaffen van ledverlichting te betalen uit de bezuinigingen die ze doen op de stroomrekening. Dat klopt. Ik denk dat we in deze tijd van crisis naar nieuwe bedrijfsmodellen moeten zoeken. Gemeentes hebben vaak geen geld om een hele dure investering te doen. Dus wij gaan naar ze toe en zeggen van betaal ons maar uit je besparingen. dan zorgen wij wel voor die investering. Philips begeeft zich ook heel erg op het medische vlak. En vooral zeg maar, ja, het thuis toepassen, preventief toepassen uh, van, van medische zorg. Dat is een markt die steeds belangrijker wordt voor Philips. Ja, wij zien veel kansen in de gezondheidszorg. Uh, ziekenhuizen uh, hebben te maken met meer patiënten, maar moeten ook bezuinigen. Daar kan het internet, big data, kan een oplossing bieden. En wij zetten daar sterk op in. Uh, met de zorg op afstand, uh, door gebruik te maken van het internet, kunnen patiënten thuis bewaakt worden uh, en ook hulp krijgen. En daarmee kunnen we eigenlijk twee uh, winsten bereiken. Ten eerste is het beter en fijner voor de patiënt, want die kan thuis met zijn familie en vrienden zijn. Uh, en voor de gezondheidszorg is het efficiënter. 2014, een jaar van economisch herstel. Roept men voorzichtig? Tegelijkertijd zegt u, van nou, we moeten wel inderdaad uitkijken, want het is nog heel broos allemaal. Ja, er is een uitdrukking: één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus we zien wel in Europa en ook in Nederland lichtpuntjes. Maar een half procent groei in Europa kunnen we nog geen succes noemen. Daarmee zal de welvaart van de bevolking in Europa nog steeds teruglopen. Dus we moeten wat mij betreft inzetten op meer ondernemerschap. ...meer groei, iets meer lef uh, en dan gaat het wel goed komen, maar we zijn er nog niet. Toch, de broekering bij Philips is behoorlijk aangehaald met het bezuinigingsprogramma Accelerate. U wil minder bureaucratie, sneller van uitvinding naar etalage, zeg maar. Wat betekent dat voor de medewerkers van Philips komend jaar, of dit jaar liever gezegd? Ik ben heel blij dat de medewerkers van Philips er echt zin in hebben. We zien dat terug in de metingen over tevredenheid en motivatie. Philips is op het juiste pad om ondernemer te worden, uh, sneller te gaan. en daarmee ook beter het hoofd te kunnen bieden. aan concurrenten uit Azië. En daar gaat het natuurlijk om. We zetten in op meer innovatie. We gaan in 2014 dat ook weer verder uitbreiden. We zien kansen in die internet en big data. voor gezondheidszorg, waar we het net over hadden. Maar we zien ook kansen in nieuwe gebieden, zoals uh, de patologie, het onderzoeken van cellen voor de gezondheidszorg, waar we in Eindhoven veel uh, uh, werk voor doen. En we zien ook kansen bijvoorbeeld om uh, de, de productie van groenten efficiënter te maken met LED-verlichting. En ook dat doen we in Eindhoven. Uh, dus we zetten in op innovatie, dat zal Philips groot en sterk maken. Betekent dat dat 2014 een jaar wordt zonder nieuwe aankondigingen van ontslagen bij Philips, bijvoorbeeld in Nederland? We zullen altijd moeten kijken hoe we nog efficiënter en productiever kunnen zijn. Uh, door daarop in te zetten, spelen we ook ruimte vrij voor nieuwe innovatie en kunnen we meer klanten bereiken. Uh, dus een goede investeerder, een goede ondernemer, die snijdt met de ene hand en die investeert met de andere hand. En dat zul je ook bij Philips zien. Maar het gaat voorzichtig de goede kant op, dus mensen zijn misschien wat zekerder van hun baan bij Philips. Ik denk dat wij optimistisch kunnen zijn naar de langere termijn perspectieven voor Philips. Uh, het Accelerate-programma uh, heeft uh, veel vruchten opgeleverd. We zijn nog niet klaar en we gaan rustig, stap voor stap, verder om van Philips een fantastisch bedrijf te maken.